Jan. Ja, Sharon, je hebt de gave om kippenvel te bezorgen. En je hebt mij al eens een keer tranen bezorgd in een andere show, voordat je X-Factor won. Toen zat je ook nog midden in de race en nu bezorgde je me weer tranen. Daar komt hij dan toch, de 10! Ah! Mark-Marie? Tooske, ik heb het nog nooit gegeven, een 10! De Heer Jezus is voor mij alles. En met alles bedoel ik degene als ik verdrietig ben en ik 's avonds in mijn bed lig en ik kan niet met mijn ouders over praten, met niemand niet, dan is er één die altijd luistert en die er altijd is. Zo heb ik bijvoorbeeld moeilijke tijden gehad en dan had ik tot de Heer en dan had ik mijn traantjes en dan vroeg ik van Heer, oh, geef mij antwoord. En dan sla je de Bijbel open en dan staat precies daar de bemoediging met het woord wat je nodig hebt. Of je antwoord. En dat is zo vet. Dat is gewoon. Dus hij is gewoon mijn alles. Als er niemand meer om me heen is, is Jezus er altijd. En hij kan het ook voor jou zijn. Dus ja, verdiep je in hem. Bij Back to the Future dan denk ik aan je te realiseren dat Jezus snel terugkomt. En dat zie je aan alles wat er om ons heen gebeurt. Hoe het gaat in de wereld. Kredietcrisis, oorlogen, hongersnoden, armoede en alles. Wat er gebeurt, is het heel belangrijk om je te realiseren dat Jezus snel terugkomt. En dat wij een keuze moeten maken om vandaag te leven voor Jezus. En niet morgen, niet overmorgen, niet in de toekomst, maar nu. Want the future is nu. Back to the future. Yeah.